De grote regentijd heeft zich aangekondigd. In verband hiermee roept het Bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG, een ieder op om gezamenlijk de broedplaatsen van onder andere de dengue-muskiet op te ruimen. We kunnen een epidemie altijd met z'n allen voorkomen. Zoals het spreekwoord het al zegt, voorkomen is beter dan genezen. Als we bij de regentijd alle broedplaatsen voor muskieten gezamenlijk opruimen, persoonlijk, het is persoonlijke verantwoordelijkheid dat je let op dat je verstopte dakgoten ontstopt. Geen waterreservoir zoals oude autobanden vrijlaat op het erf. Niet alleen persoonlijk, dus niet alleen voor onszelf, maar ook een sociale controle naar onze buren toe. Dat we de omgeving schoonhouden, dan kunnen we het voorkomen. Op dit moment is er geen dengue-epidemie. En er is een strakke surveillance vanuit het BOG, een monitoringssysteem, om dat in de gaten te houden. Het is dat we op elkaar moeten letten. En mochten er toch symptomen zijn, omdat u de symptomen van dingen zoals koorts en hoofdpijn zou opmerken bij gezinsleden of bij uzelf, dat u dus op een arts bezoekt om dat te kunnen vaststellen. Een schoon milieu gaat een heleboel ziekten voorkomen. Niet alleen dingen, maar ook andere ziekten. Dus ik denk dat we met z'n allen sociale controle moeten uitoefenen op elkaar. En persoonlijk onze omgeving, ons huis, ons erf en ook aan het werk en niets uit de auto gooien. Gewoon onze omgeving moet schoon zijn.